Hauser Orkater met onder andere Dick Hauser, de broertjes van Warmerdam en Jim van der Woude. Thank you.
heet jij, jongen? Potter, meneer. Dat is een mooie naam, boy. Ze hebben alles veranderd. Is het monument ook weg? Alles is weg. Ze zijn dichter in de plaats gekomen. Braakliggend terrein. Daar zat een vervallen melkfabriekje. En verderop een rijtje middenstandswoningen. Geen mensen. Er spelen 3 meisjes op een landje. Hoe oud? Een jaar of 15. Dragen ze witte jurkjes en gooien ze elkaar een geel-rode bal toe? Inderdaad. Die ken ik. Ze rennen weg. Hoe kan dat nou? Ze schrokken. Waarvan dan? Van jouw naam, denk ik. Ze gaan een huis binnen. Bij het nummer? Dat kan ik niet zien van hieraf. Hey! Hey, Anton! Hey! Ik dacht dat jij dood was? Is dat door iemand bevestigd dan? Nou, dat niet, maar ik heb jou zo lang niet gezien. Ik heb een tijdje op het randje gelegen. Op het randje? Op het randje, ja. Maar je bent er nu weer bovenop? Ja. En kom je tegenstelling tot vroeger ook eens naar beneden? Ik kom niet naar beneden. Maar je mist zoveel. Ik mis helemaal niets. Je ziet vanaf daar alleen maar het topje van de ijsberg. 1 keer per jaar de harmonie. En 1 keer per jaar zie je 50 wielrenners voorbij vliegen. Vanochtend nog zag ik een reisgezelschap passeren. Maar besef je niet dat je uitzicht beperkt is? In de beperking toont zich de meester. Maar het blijft beperkt. Ik zie toch meer. Het gaat niet om de hoeveelheid. Ik zie dingen die een ander niet ziet. Iedereen ziet dingen die een ander niet ziet. Jawel, maar ik zie dingen die niemand ziet. Kennen jullie de bever? Die man die nooit lacht? Precies, die heb ik dus zien lachen. Waar? Op de plek waar jullie nu staan. Waarom lacht hij? Zomaar. De bever lachen? Onmogelijk. Ik heb de bever zien lachen. Met geluid? Nee, zonder geluid. Was het wel lachen? Was het wel lachen, ja? Hij sloeg zich op de knieën, hield af en toe de buik vast en riep steeds, hou op, hou op. Als dat geen lachen is... Biggelde er ook tranen over zijn wangen? Uiteindelijk wel, ja. Gewoon om het eerlijk toe moeten geven, heeft de bever zien lachen. Maar ik ken de bever al heel lang.
Waarom heb ik hem nooit zien lachen? Hij was in de waan dat hij alleen was. Je hebt de bever dus per toeval zien lachen. Toeval kent zijn grenzen. En die probeer ik te overschrijden. Toeval kent geen grenzen. Toeval is international. Net zoals Reuma. Nou ja, hier haal ik gewoon mijn schouders voor op, weet je dat? Jij moet wel heel rustig blijven, want wij zijn zo boven. Ik zal jou bewijzen dat het toeval geen grenzen kent. Op Madagaskar, waar ik ooit eens een tijd... Dat verhaal ken ik al. Op Madagaskar, waar ik ooit eens een tijdje ben blijven hangen... logeerde ik in een appartementencomplex dat beheerd werd door een Duits echtpaar. Dat Duitse echtpaar had een gehandicapte dochter. Die gehandicapte dochter had een gezicht zo merkwaardig verwrongen dat ik mijn ogen er nauwelijks van af kon houden. Het meest fascinerende was wel dat ze op de kin een Don Quixote-achtig plukje haar had waar een hele vreemde bekoring van uitging. Soms dacht ik dat ze misschien wel heel erg begaafd was en bijvoorbeeld al 2 zeer goede boeken op haar naam had staan. Later dacht ik, misschien is het wel zo. Maar ik durfde het haar of haar ouders niet te vragen. Ik wist echter dat ze Hildegaard Kepler heette. Dus toen ik weer terug was in mijn woonplaats, ben ik direct naar de stadsbibliotheek gegaan. De sensatie die ik voelde toen bleek dat mijn veronderstelling klopte. Onbeschrijfelijk. Op de boekenplank stonden onder haar naam 2 boeken. Der Schein drückt nicht en manchmal erscheint alles größer. Ich bin der ganz umsonst, für mich kommt nichts in Frage. Ich bin der Mangelmensch, mich grauen alle Tage. Ich hab keine eigene Weise, das Leitmotiv ist mir verstorben. Mit dem Suchen aller Arten hab ich mir die Lust verdorben. Weshalb denk ich immer zu ein ganz umsonst? Noch so oft ein Fragezeichen. Könnte es nicht ein anderer sein? Warum ich die Abwesenheit, die meinen Alltag stört? Sie ist nicht erwünscht, unerzwinglich, ganz niedrig, ohne sie kommen.
Wie had jij zien lachen, Anton? Waar heb je het over? Ik heb het over de bever. Die heb ik zien lachen, dat weet je. Zien lachen, zei je? Lachen, ja. Waar stuur jij je op aan? Jij hebt de bever helemaal niet zien lachen. Zullen we dit gesprek maar beëindigen? Helemaal niet. Wat is er met de bever aan de hand? Jij hebt de bever niet zien lachen, maar zien overlijden. Hij heeft een tuin op zijn buik. Dood. Weet jij dat zeker? Dat weet ik heel erg zeker, ja. Maar het is niet waar het mij om gaat. Wat mij om gaat is dat jij de dingen niet goed ziet. Wil jij mij vertellen dat ik de dingen niet goed zie? Ik zal je nog veel meer vertellen. Jij stelt je op als een wijsgeer, maar jij hebt gewoon vlekzoons in je tuin. Ik heb geen tuin. Jij brengt de boel op een dwaalspoor. Grunt, ik probeer jou iets uit te leggen, maar je begrijpt het niet. Je ratelt en je klets me, je zegt niks! Hoe kan ik in godsnaam iets zeggen als ik tegelijkertijd heel sterk besef dat je toch niets begrijpt van wat ik zeg? Je moet de boel niet op de spits gaan drijven! Ik drijf helemaal niets op de spits. Ja, je gooit met watten! Die jou pijn doen. Jij moet verdomd goed op je woorden passen! Overal waar ik op visite kom, hebben ze een hoogpolige vloerbedekking. Overal waar ik op visite kom, hebben ze rood aan meubelen. Overal waar ik op visite kom, hebben ze marmeren salontafels. Overal waar ik op visite kom, kom ik ongelegen. Daar moet je boven staan, sterk wezen. Wijdbeens het tuig strak aankijken. Eventueel je handen je haar halen, tussen je tanden sissen en dan onverwacht, wap, uithalen. Bijna elke dag voel ik de behoefte een ode te brengen aan Zwitserland. Al die bergen. Al die horloges. Ik heb een man gekend die van luciferhoutjes bekende Zwitserse bergen nabouwde. Matterhorn, Simplon, de Mont Blanc, die Jungfrau. Alles bouwen ze tegenwoordig na van luciferhoutjes. Een hobby noemen ze dat. Iedereen heeft een hobby. Waar je op kijkt, overal hobby's. Thank you.
soms, als ik buiten loop, laat ik zeggen op een modderige landweg in de regen, en ik voel mij tamelijk alleen, dan stel ik mij voor dat van achter een beslagen raam in een iets verderop gelegen boerderij een mooie jonge vrouw van achter in de 20 mij gadeslaat. Omdat ik de boerderij nader, simpelweg door het feit dat de landweg langs de boerderij loopt, kan zij mijn edel reebokmotoriek steeds beter onderscheiden, met als direct gevolg dat de bronstige hinde in haar wakker wordt. Het liefst zou ze het raam openen en mij met een uitnodigend gebaar duidelijk maken dat ik welkom ben in haar hoeve. Als ik vlak bij de boerderij ben, hoop ik even dat ze werkelijk achter het raam staat en mij inderdaad zal inviteren. Ik houd zelfs de pas even in. Maar als ik mij realiseer dat ik mijn fantasie wel wat al te veel de vrije loop heb gelaten, loop ik stevig door. Hallo? Ongelovig draai ik mij om. Daar staat ze. Precies zoals ik mij had voorgesteld achter het geopende raam. Ik loop op haar toe. Wat is ze mooi. Scheve, vale ogen, gegarneerd met oogleden die steeds dichtvallen. Verder een neus, een dunne bleke mond met in de onderlip een kloofje, een onopvallende kaaklijn en wenkbrauwen. Niet veel later zit ik in haar woonvertrek op een houten Zweedse stoel. Zij zit op de divan voor het raam dat op de weg uitkijkt. Ze kijkt me aan en zegt met zachte stem: wat bent u mooi. U ook, zeg ik. Het is even stil. Dan schreeuwt ze me plotseling toe: vuile pooier! Wat een rare vrouw, denk ik. U kunt niet al te lang blijven, want mijn man kan ieder moment thuiskomen, zegt ze. Wat doet uw man, vraag ik. Mijn man schrijft slagzinnen. Ze draait haar hoofd naar het raam en kijkt naar buiten zoals ze hem nu verwacht. Buiten loopt een blinde geleide hond die een nogal verdwaalde indruk maakt. Wat een merkwaardig profiel heeft u, zeg ik. Ze draait haar hoofd terug. Is dat alles wat u te zeggen heeft? Wat zal ik haar antwoorden? Zal ik zeggen ik ben een verlegen type en zeg daarom vaak de verkeerde dingen? Of zal ik zeggen ik heb veel meer te vertellen, maar je moet toch ergens beginnen? Of zal ik zeggen het woordje nu is op dit moment alweer verleden tijd? Of zal ik zeggen liever alleen in mijn eentje of een Volkswagen dan eenzaam in het openbaar vervoer? Ik krijg de kans niet om een keus te maken, want plotseling nemen ze het woord. Een Arabische relatie van mijn man kwam ineens 's morgens op visite. Toen het 12 uur was, moest hij bidden naar Mekka. Omdat mijn man en ik dat nogal een intieme belevenis vonden, lieten wij hem in de logeerkamer. Mijn man liep naar de garage om zijn auto buiten te zetten. Vanuit de gang kan je door een klein raampje in de logeerkamer kijken. Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en ben toen nogal stiekem door het raampje gaan kijken. En aangezien mijn oriëntatiegevoel sterk ontwikkeld is, zag ik de man in gebukte houding niet naar Mekka, maar naar Alkmaar bidden. Ze haalt haar hand door haar haar en kijkt me glimlachend aan. Dan vraagt ze vriendelijk, doch vastberaden: heeft u een zakagenda bij u? Een zakagenda? Ja, heeft u er een of niet? Jawel, maar ik zat toch... Pak hem dan, alstublieft. Zoek de pagina onder de titel Windkracht bij verschillende windsnelheden. Wilt u het alstublieft voorlezen? Wat zie je? Ze hebben alles weer veranderd. Is er niets voor in de plaats gekomen? Een heel groot park. Midden in het park staat een flink gebouw met twee zijvleugels. Boven de ingang een bord. Biologisch instituut. Geen mens. Op een van de paden loopt een man. Hij praat druk gebarend. Achter hem loopt een vrouw met een bloknoot.
Ik geloof dat ze alles opschrijven wat de man zegt. Heeft die vrouw een muisschrijf mantelpakje aan en kousen met een naad? Inderdaad. Dat is Els. Els! Els! Waar ken je haar van? Ze heeft ooit in Basel gestudeerd. In dezelfde tijd dat ik daar ook studeerde. Ze valt. Hoge hakken. Ik vind het altijd zo gênant als vrouwen van. Ja, maar het is ook wel komisch. Ik heb laatst zo gelachen. En eigenlijk om niets. En het gekke was, zomaar ineens, zonder aanleiding. Ik zat aan tafel, net na de brunch, en begon plotseling zomaar te lachen. En geen gegrinnik, nee, een verschrikkelijke schater uit het diep van mijn buik. Ik bleef er bijna in. Het werd zelfs zo erg dat ik panisch werd. Ik begon wild om me heen te slaan. Het leek alsof de lach mij van buitenaf beslopen had en als een lafhartig wezen op mij was gesprongen. Vandaar waarschijnlijk het slaan. Ik probeerde het lachbeest van mij af te slaan. En inderdaad, ineens was het weg. Ik ben toen rustig naar kantoor gegaan. Wat zie je? Een reisbureau. Geen mensen. Voor de ingang staat een hele rij te dringen. Dat betekent dus dat er een bepaald land in zwang is. Maar welk land? Wat voor bagage hebben die mensen bij zich? Opvallend veel skis. Dan valt Griekenland af. Zou het Oostenrijk kunnen zijn? Ik hou het op Zwitserland. Vannacht werd ik wakker. Iemand boog zich over mij heen. Een verschijning? Zoiets. Ik kon die persoon niet van mijn netvlies krijgen. Ik riep, ga weg! Maar hij bleef me glimlachend aankijken. Toen ben ik heel sterk aan een ponskaartensysteem gaan denken, waardoor de persoon vervaagde en uiteindelijk verdween. Een oom van mij die in televisietoestellen handelt, heeft dus op een van die toestellen 12 extra knoppen gezet. Knoppen die nergens toe dienden. Hij verkocht het toestel aan een oud echtpaar. Hij heeft nooit één klacht gehoord. Een neef van mijn vader, die spaarde altijd het vuil op wat hij onder zijn nagels vandaan haalde. Toen hij tegen de 60 liep, had hij een jampotje vol. Ik heb dat potje gezien. Heel fascinerend. Een kennis van mij ging eens naar een voetbalwedstrijd in een uitverkocht stadion. Het was een spannende wedstrijd, want beide elftallen waren elkaar gewaagd. Op een gegeven moment krijgt de linksbuiten een bal toegespeeld. Omdat hij van verschillende kanten wordt aangevallen, schiet hij de bal loodrecht de lucht in. Op ongeveer 20 meter boven het veld bleef de bal roerloos in de lucht hangen. Verbaas je eigenlijk nog wel eens over iets? Bij vraag. Soms verbaas ik me een paar dagen achter elkaar en dan ineens een paar maanden helemaal niet. Maar als je je verbaast, waarover dan? Ik verbaas mij over onverwachte dingen. Dingen die je niet elke dag ziet. Snap je? Maar je moet er natuurlijk wel oog voor hebben. Geven beschouwd, gebeurt er eigenlijk nooit wat.
jij dan niet? Dat alleen een vrouw kan balanceren op de rand van een hoge houten wand. Tussen hemel en aarde, haar hoofd in ijle lucht, denkt ze elke dag aan beide zijden van de wand. Spreekt men van de goede kant. Het evenwicht gevonden en voorgoed bewaard. Alleen een aarzeling heeft nooit dit onverwacht haar lichaam uit balans gebracht. Soms huilt ze s'avonds, huiver van de kou. Als aan beide kanten de licht doorbleke maan, alle mannen uit wacht staan. Niemand heeft haar ooit in duidelijk horen praten. Zwijgzaam en neutraal leeft ze op de rand. Een smal stukje niemands land. Zie de mannen ballen, weten zij dan niet? Alleen een vrouw kan balanceren op de rand van een hoge houten wand. Tussen hemel en aarde, haar hoofd in ijle lucht, denkt ze elke dag aan beide zijden van de wand. Springt men van de goede kant. Het evenwicht gewonden en voorgoed bewaard. Alleen een aarzeling heeft nooit dit onverwacht haar lichaam uit balans gebracht. Soms huilt ze s'avonds, huiver van de kou. Als aan beide kanten de licht doorbleke maan, alle mannen huis maar staan. Niemand heeft haar ooit in duidelijk horen praten. Zwijgzaam en neutraal leeft ze op de rand. Een smal stukje niemand van. Oh,
Jij dichtgevroren vijver, moet ik wachten tot de dood of een wak in je slaap? Waarom raak jij mij niet aan? Of zijn je handen koud als van een dode? Of een leguaan? Durf je niet te spreken? Of is je stem zo rauw dat het alles wat fragiel is doet breken? Waarom kijk jij mij niet aan? Jij dichtgevroren vijver, moet ik wachten tot de dood of een wak in je slaap? Waarom kijk jij mij niet aan? Jij dichtgevroren vijver, moet ik wachten tot de dood of een wak in je slaap? Waarom raak jij mij niet aan? Of zijn je handen koud als van een dode of een leguaan? Durf je niet te spreken? Of is je stem zo rauw dat het alles wat fragiel is doet breken? Wat is het waarvoor je vlucht? Als je niet wil praten, slaak dan op zijn minst een
Wat zie je? Wat ik zie? Wat je ziet, ja. Een hijskraan met zo'n ijzeren baller aan. En het reisbureau dan? Dat reisbureau is weg, maar die mensen staan nog steeds te dringen. Mag ik zelf even kijken? Wat is er met jou aan de hand, Potter? Waarom schilder je mij een ander beeld voor? Ik zie helemaal geen hijskraan. Ik dacht dat je graag een hijskraan zou willen zien. Kom je daar nou bij? Dat dacht ik. Je weet toch wat ik wil zien? Ik wil zien wat er is. Je kan niet altijd zien wat er is. We kunnen toch in ieder geval proberen? Ik wil alleen maar dat zien wat ik graag wil zien. Waarom zeg je toch altijd van die zinnen die in de lucht blijven hangen? Zinnen waar je net niet bij kan. Ze klinken goed, maar wat moet ik ermee? Het is toch duidelijk? Ik wil alleen maar dat zien wat ik graag wil zien. Wat voor reactie mag je nou het daarop geven? Waarom moet je een reactie geven? Een reactie is alleen maar het gevolg van iets. Je kan je beter op iets concentreren dan op het gevolg ervan. Weer zo'n zin. Wat moet ik daarmee? Waarom moet je iets? Je moet alleen maar dat wat vanzelfsprekend is. Dat wat zich op een natuurlijke manier aandient. Je moet je door de gebeurtenissen laten leiden en niet andersom. Je altijd maar afvragen, wat moet ik daarmee, is een klem zetten op je denken en levert uiteindelijk een vorm van ontevredenheid op. En een versmalling van het bewustzijn. Alles meteen op een rijtje willen zetten is niet goed. Het kan altijd later nog. Uitstel is afstel, zeggen ze. Nonsens! Een mens moet voortdurend uitstellen, zodat alles kan rijpen. Het juiste moment dient zich vanzelf aan. Maar wat te doen met ingrijpende gebeurtenissen? Alle ingrijpende gebeurtenissen moet je in eerste instantie naast je neergooien. Rustig laten liggen. Later pik je eruit wat je kunt gebruiken. Gunt? Ja? Er is een brief voor je gekomen. Een brief? Een brief, ja. Van J. Grunt. Ik denk dat dat je broer is. Uit Helvetia. Lieve broer, ik denk heel veel aan je. Wat heb ik daaraan? Allemaal steken onder water. Overal dubieus bevestigde dakgoten. Waar je ook kijkt, opvliegende eenden, riet dat wuift en de jager die zo nodig zijn oren moet spitsen. Je kan je rug niet keren of er wordt weer zijn eerste steen gelegd. Waarom gaat alles toch zo moeizaam? Waarom ga je niet iets doen? Iets timmeren of zo? Wat zou ik dan kunnen timmeren? Een nachtkastje? Hoe kom ik aan hout? Ja, je hoeft niet te timmeren, je kan ook iets anders doen. Iets anders? Groenten verbouwen. Hoe kom ik aan een stuk grond? Ja, hoor, dus ik geef alleen maar iets aan. Je moet het natuurlijk wel verder zelf invullen. Ja, maar ik krijg nergens vat op. Je moet wat meer energie in alles steken. En dat probeer ik ook. Maar het is net of iemand steeds een hele zware jas over me heen gooit. Jij moet je niet uit het veld laten slaan. Zie je die stad daar in de verte? Ja? Ik denk dat ik daar maar naartoe ga. Maar dat zeg je elke dag. Maar nu ga ik echt. Een stad in de verte is heel klein. Je kan hem met je hand pakken. Hoe dichter je bij die stad komt, hoe groter die wordt. Ben je in de stad zelf, dan is de stad op zijn grootst en jij onbeduidend. Toch ga ik weg! Waarom dan? Iets of iemand geeft mij voortdurend een duwtje in de rug. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Is er iemand in die stad die op je wacht? Misschien. Zal ik met je meegaan? Tot ziens. Vaarwel. Als je vroeger in de zomer buiten kwam, net na het avondeten, dan hing er iets in de lucht. Er stond iets te gebeuren. Dat voelde je.
En het gebeurde ook. Nu gebeurt er niets.